Hartelijk welkom bij de site Tourist Guide Holland. We nemen u mee. Koeien in de wei, een vertrouwd beeld. Er zijn in Nederland 18.000 veebedrijven met 1,7 miljoen melkkoeien. Een gemiddeld melkveebedrijf heeft 79 koeien. Veel van die koeien worden tegenwoordig met een melkrobot gemolken. De computer houdt van iedere koe een aantal zaken in de gaten. Zoals de hoeveelheid melk per keer, de temperatuur en hoe vaak de koe naar de machine komt. Dat beslist de koe uiteindelijk zelf. Een koe geeft gemiddeld 30 liter melk per dag. Voor 1 kilo kaas is ongeveer 10 liter melk nodig. De melk wordt eerst verhit. Daarna wordt er zuursel en stremsel toegevoegd. Het stremsel laat de vaste stoffen in de melk klonteren. Dat wordt in kleine stukjes versneden, dat heet wrongel. De gewassen wrongel wordt nu in kaasvaten onder de pers gezet. Dit zorgt ervoor dat de kaas de gewenste vorm krijgt en dat er een goede, dikke korst ontstaat. Persen van de kaas wordt de kaas in een pekelbad gelegd. Dit zandbad zorgt ervoor dat de kaas steviger wordt. En het heeft ook invloed op de houdbaarheid en de smaak van de kaas. Als de kazen droog zijn, worden ze op houten planken in de kaasopslag gelegd. Hier worden jonge kazen dagelijks gekeerd. Jonge kazen kunnen al gegeten worden vanaf 4 weken rijpen. Belegen kaas ligt ongeveer 4 maanden op de plank. Een oude kaas ligt langer dan een jaar op de plank te wachten en is daarom ook duurder. Klompen werden en worden nog veel gedragen in de melkveehouderij en niet alleen daar. In de vitrine zie je een handgesneden trouwklomp. Nu worden klompen machinaal gemaakt. Vroeger werd dat met de hand gedaan. Hier wordt de binnenkant uitgefreesd. Het principe is dat van een mal die gevolgd wordt en een frees die de beweging navolgt en het wegsnijdt in het populiere hout waar de klomp van gemaakt is. Jaarlijks worden er nog 1 miljoen paar gemaakt, deels ook voor toeristen natuurlijk. Dank voor uw interesse in onze site en hopelijk tot ziens.